Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel geëist tegen de Tilburger die eind oktober 2016 de Dordrechtse Meester Bert en zijn vrouw doodreed. Daarnaast wordt er ook een rijverbod van 5 jaar geëist. Justitie verdenkt de Tilburger van dood door schuld omdat hij onvoorzichtig reed. Tijdens de koopavond reed hij met 72 km per uur over een 50-weg. Daarnaast was hij al door rood licht en over een busbaan gereden. De Dordtse Bert van der Veken en zijn vrouw staken de weg over om de bus te halen op hetzelfde moment dat de Tilburger aankwam rijden. Die schepte het stel en beide overleefden ze het niet. Het ongeluk gebeurde een paar dagen voordat meester Bert zijn 40-jarig jubileum zou vieren. De rechter doet over twee weken uitspraak.